Hier laten we zien hoe je een prachtig nagerecht kan maken van rabarber. En we serveren dat met een sillebab. Allereerst schil je de rabarber. Dat kun je gewoon doen met een kaasschaaf. En vervolgens snij je de rabarber in stukken. Dan doe je de rasp van een halve sinaasappel in een steelpannetje. En dan pers je de sinaasappel uit. Dat voeg je toe. Samen met suiker, kardemompeulen en steranijs. Dat breng je rustig aan de kook. Dan voeg je de rabarber toe. Schep je goed om. Doe je de deksel erop en dan laat je ongeveer 10 minuten rustig gaar worden. Dan haal je rabarber door een zeef. Dat doen we om het vocht af te vangen en vervolgens in te laten koken. Dus wanneer je dat gedaan hebt, voeg je het vocht toe aan de steelpan en dat kook je dan rustig in tot het stroperig begint te worden. Dan voeg je de rabarber weer toe, laat je even doorwarmen, draai het vuur uit en dan verdeel je dat over de glazen. Het moet dan rustig koud worden. Dan ga je verder met de sillebab. Daarvoor doe ik suiker in de pan samen met cramaillé. Dat los ik even op. Laat een beetje afkoelen. En dan voeg je dat toe aan de slagroom. En dat klop je dan echt lobbig. Dat krijgt dan ook een mooie glans. Dat doe je eroverheen.